Hier is Sparta gevaarlijk weg. Is dit geen buitenspel? Nee, dat is het niet. El Azouzi krijgt een tik. Maar Blom vindt van niet. En de vlag blijft ook omlaag. Ja, hij wordt in de nek gegrepen, hè, door Kanon. Dat is wel zo natuurlijk. Vriends en Breuer tegelijk. Kanon. Oh, was toch iets belangrijks wat Castaneer daar vergat. De bal goed mee te nemen. En dit laat Blom allemaal gaan. Appel voor Hens. Blom rent al richting de middenlijn. Hier Castaneer, die vergeet van alles. Breuer, ja, die krijgt de bal tegen de arm aan als hij valt. En heeft daar profijt van. Dekker. Bal had weinig vaart. Dekker krijgt hem dan ook niet de 16 uit. El Azouzi. Balletje goed tussendoor gegeven. Met Dumfries. En die leek los, maar kwam dat niet. Tot een hoekschop. Ja, dat is gevaarlijk gekopt. Door Vriends. Sparta hier toch het dichtst bij een treffer. Vriends. Daar problemen. En El Azouzi levert de bal zomaar weer in. Dekker, Kanon. Dit kan gevaarlijk worden. Hard geschoten. Ja. Was het proberen waard. Kortsmit zit er tussen. Dekker, makkelijk afgetroefd. Paas van Mendes da Silva, maar daar is ook Sepkoes. El Azouzi heeft al gegooid naar Van Moorsel. El Azouzi. En daar is Van Moorsel. Ja, dit had Sparta even af moeten maken. Goed geprofiteerd dat ze bij Arend Den Haag niet stonden op te letten. Schaken. Goed meegegeven aan Eboui. Schaken. Ja, en de redding van Kortsmit. Als gebruikelijk bij de doelman van Sparta. Met een zweef. Hevel. Hevel met rechtsschot van richting veranderd. Kortsmit. Benauwd moment daar voor het doel bij Sparta. Breuer ruikt op. Ja, dat is een gevaarlijk balletje. Voorzet van Verhaar. Maar niemand van Sparta kan hem binnentikken. Bekker. Bekker is snel, maar niet altijd zorgvuldig. En nu wint in dit geval dan Breuer. Die zou eigenlijk zo moeten uitlopen, maar Dekker ziet dat toch mislukken. Nu wordt hij in vrije positie aangespeeld. Krijgt hij toch ook weer niet bij een medespeler. Nu zat Vriends in de weg. Maar Ado nu met aardig wat mensen. En dan heeft Kortsmit geluk dat hij die bal nog kan weghalen. Dat hij van richting wordt veranderd. Dat zomaar een eigen doelpunt kunnen zijn via Breuer. Ik word ongeduldig, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. We zullen nu dan iets zien wat op een fatsoenlijke aanval lijkt. Nu bijvoorbeeld, Castaneer stuurt Schaken weg. Schaken geeft hem aan en daar komt alles goed voor ADO. De snelle mannen vinden elkaar en Bekker met de handen achter de oren van waar zijn jullie nu met je gefluit? Want jullie moesten mij toch hebben? Nou, juich me nu maar toe, want ik scoor. Voor de eerste keer dit seizoen trouwens. Maar ADO op voorsprong. En het is er fel genoeg voor geweest na rust. Sparta met ruimte. En El Azouzi. De redding is van Sepkoes. Daar komt de rebound. Weer Sepkoes. El Azouzi. Ja, dat is Hevel niet slim, want die heeft al geel en kan vertrekken. Dus ADO moet met een man minder verder. Hij deed het voorrust al een keer door vast te pakken, Hevel. En nu
schoffelt hij El Azouzi onderuit. Nou, kan. Adem eruit. Snelle mensen zijn vertrokken, maar dat maakt niet uit als je maar rustig blijft. Ja, Tyrone Eboué. Chevrier en El Azouzi. Setkoes heel slecht gedaan en dan weer Setkoes heel goed gedaan. Maakt daarmee zijn eigen fout goed. Inzet van Chevrier in de tweede instantie keert. Net overgekomen. Sparta verliest. Kijk eens de vreugde bij Petrovic. Alsof de landstitel binnen is. Maar de vreugde valt te begrijpen. Want ze hadden hem o zo hard nodig. Die overwinning.